En we zien daar een teller. Als die op nul staat, dan gaan we beginnen met het openen van de tijdcapsule. U hebt in de tijd de capsule gevonden. Kunt u beschrijven hoe dat in zijn werk ging? Wij kregen opdracht van het gemeentelijk havenbedrijf om het beeld weg te halen, aangezien de stadsnomaden bezig waren met het sloop van het beeld. Brons was toen ook duur. Toen is het weggetakeld en kwam hij tevoorschijn. De historie vangt eigenlijk aan met de Verenigde Oost-Indische Compagnie en ook de West-Indische Compagnie. Die zijn gesticht in 1602 en 1621, dus dat heel ver terug in de historie. De schepen die daarvoor werden gebruikt, dat zijn onder andere deze. En die maakten verre tochten om daar de lading vandaan te halen, maar het waren ook ontdekkingsreizen. Die schepen die jullie zagen, die werden gebouwd hier in Amsterdam. En op de achtergrond zien jullie het Scheepvaartmuseum. Nou, dan zijn we ineens in 1856 aangeland. En nou is er een belangrijk iets, want begin 1800, toen was de stoommachine zover dat die gebruikt kon worden voor het aandrijven van locomotieven, maar ook van schepen. En toen heeft iemand bedacht, maar laten wij de KNSM oprichten. Dat was 1856. Inmiddels zijn we dan in 1956 aangekomen en toen bestond de KNSM 100 jaar. Het ging heel goed. De KNSM had ongeveer 80 eigen schepen en nog 20 schepen in charter, in huur. En dat moest gevierd worden. De employés die hadden geld ingezameld om een cadeau aan te bieden aan de directie. En wat was dat nou? Amfitrite. Nou, dat kennen jullie allemaal, want dat staat hier nu aan het begin van het KNSM-eiland. En ik herinner me nog heel goed dat er anderhalf jaar voor het 100-jarig bestaan al op het salaris een klein bedragje werd ingehouden, zodat er een potje werd gevormd waarmee een bedrag gemaakt werd om een cadeau te maken. Nou, ik had ook op school geleerd dat oude gebouwen, dat daar dingen werden ingestopt in lode buizen. Waarom ik het toen niet aan de gemeente heb gegeven, kan ik me echt niet meer herinneren. Ik heb het weggelegd en ben het vergeten. En dan gaan we naar de jaren 60 en de container doet zijn intrede. Daarvoor moesten er ook nieuwe schepen komen die die containers konden varen. En hier zie je het eerste containerschip van de KNSM. Nou, volgestand met allemaal containers. Maar dat hield ook een gevaar in, want daardoor had je veel minder schepen nodig en was het toch nodig om in een groter verband met elkaar te gaan werken. Dan gaat de KNSM op in Netlooyd, want er waren al andere Nederlandse rederijen die hadden zich verenigd tot de Netlooyd. Dat was een beetje een verdrietige zaak, iedereen die kijkt een beetje somber, want dat betekende dat de KNSM als naam verloren ging. Toen dit terrein werd verlaten, toen heeft de KNSM gemeend om die beeldengroep aan de stad Amsterdam te schenken. Dat is ook aanvaard en men zou het een waardige plaats geven omdat dit terrein een andere bestemming zou krijgen. De firma Smalo die kreeg tot taak om dat beeld weg te takelen. Je ziet daar de hijskraan al bij. En dan moet je goed opletten, die meneer die net even omkijkt, nou, daar komen we straks nog even op terug. Dat is er nooit van gekomen en toen is toch gezegd, we vinden het beter, inmiddels was dit eiland bebouwd en op een hele fraaie manier, om te zeggen, laten we nu weer terugbrengen naar zijn oude plaats. Die meneer, waarvan ik zei, dat moet je goed onthouden, die is inmiddels ook wat ouder geworden en die ging zijn archief opruimen. En die vertelde ons, daar kwam ik een lode staaf tegen, die ik daar zag liggen toen de zaak daar weggehaald werd. Die heb ik meegenomen, want ik wist ook niet wat ik ermee moest doen. Wat dacht u toen u de pijp vond? Nou, ik dacht, die moet ik niet weggooien. En toen heb ik hem meegenomen en toen is hij echt in de vergetelheid geraakt. Maar het was groot toeval, en dat wist niemand, dat er een tijdcapsule bij Amfitrite lag. En nou ligt hij hier. En hij trilt omdat we allemaal een beetje trillerig zijn, want we weten niet wat erin zit. Ik hoop niet dat het teleurstelling is, maar het blijft een verrassing. Nog 3 minuten. Nog 2 minuten. Nog 1 minuut. Ik kan maar niet meer erop kijken.
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij hebben het personeel en de gepensioneerden aan het bestuur van de maatschappij een bronzen monument aangeboden. Dat is geplaatst op het terrein van de Surinamekade te Amsterdam en heden werd onthuld door mevrouw Cruijff Heids. Nou, we zijn van plan om met de schoolkinderen die hier vandaag zijn een nieuwe tijdcapsule te maken. En die willen we 1 oktober begraven. Ja, dat zou het 160-jarig bestaan van de KNSM geweest zijn. En over 60 jaar, dan willen we hem weer opgraven. Hebt u misschien tips voor hoe je zo'n pijp zou kunnen maken? Want dat weten wij natuurlijk niet. Zelfs als deze pijp. Loodgieter.